Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 29 juli 2015. Dit is het bulletin van woensdag. Het Jesus-systeem System Fusion, kortweg Fusion en soms ook wel onder de naam C4FM bekend, begint in Nederland ook vaste voet aan de grond te krijgen. We berichten hier al eerder over. PI1UTR, PI1NOS en de Koefortense repeater PI1CVD hebben vandaag op Facebook bekendgemaakt dat ze een gezamenlijke room op het Fusion Wireless X-netwerk onder de naam Netherlands C4FM hebben opgezet. PI1CVD is al in de lucht en PI1NOS komt binnen enkele dagen in de lucht. Beide repeaters op een frequentie van 438-325 met een shift van -7,6 MHz. Deze repeaters zijn ook voor FM-gebruikers interessant, omdat als ingangssignaal zowel een FM als een Fusion-signaal, dat laatste zowel in een smalle als een brede modus, gebruikt kan worden en de uitgang voorlopig in de modus FM geschakeld zal zijn. Het is daardoor geheel volgens de bedoeling van het Fusion-systeem mogelijk dat FM en Fusion-gebruikers met elkaar kunnen communiceren. Omdat er nog niet zo heel veel Fusion-gebruikers zijn, betekent het in eerste instantie waarschijnlijk gewoon dat er in Hilversum dus een FM-repeater bij komt op 438-325. Details zijn nog niet bekend. Voor de meeste Fusion-repeaters in het buitenland is bijvoorbeeld in FM een CTCSS-toon nodig. Het Fusion-systeem werd in september 2013 door Jesu geïntroduceerd, of eigenlijk geherintroduceerd. In eerste instantie duurde het echter nog een poos voordat de aangekondigde repeaters beschikbaar kwamen. Jesu heeft met het systeem twee duidelijke doelen voor ogen. Met Fusion wil het bedrijf de sceptici van digitale spraak aanspreken. Het blijkt dat veel amateurs niet hun FM-spullen willen wegdoen. Daarnaast vindt een aantal FM-gebruikers het zeer storend dat digitale spraakgebruikers van bijvoorbeeld D-Star en DMR zich zeg maar achter de decoder verschuilen, waarbij mensen zonder dure apparatuur niet kunnen meedoen. Ook was er kritiek op het feit dat er analoge repeaters verdwenen om plaats te maken voor digitale repeaters. Fusion staat voor de vereniging tussen analoge en digitale gebruikers. Daarom is de voorkeursmanier van werken voor de Fusion repeaters er eentje waarbij zowel FM als digitale gebruikers er gebruik van kunnen maken. In de woorden van Jesu, je kunt een Fusion repeater op de plek van een bestaande analoge repeater neerzetten en dan verandert er voor de analoge gebruikers niets. Het tweede doel van Jesu is dat ze met Wireless X een wereldwijde concurrent voor Echolink willen neerzetten. In een land als Japan is Wireless, de voorloper van Wireless X, al sinds jaren dag de standaard. Fusion schoot in België veel eerder wortel dan in Nederland. Niet helemaal duidelijk is waardoor dat komt, maar daar is het systeem inmiddels grootschalig in gebruik. In Koevorden is er dus al een Fusion repeater in de lucht op 438-325 en er zal binnenkort op dezelfde frequentie in Hilversum dus ook zo'n repeater zijn, die ook voor FM-gebruikers dus interessant is, we zeiden het al. Voor Lelystad is verder een vergunning in aanvraag en verder zijn er, voor zover bij ons bekend, plannen voor Amsterdam, Apeldoorn en, zoals al genoemd, bij PI1UTR. Ja, tenslotte nog een kort bericht. Op Street View zijn tegenwoordig zowel het Veronica-schip als het Rem-eiland uitgebreid te bekijken. Op www.pa0ete.nl is te zien hoe duidelijk de beide voormalige zeezenders daar te zien zijn. Het onderwerp over ionosferische propagatie ging gisteren onder andere over de variaties die de ionosfeer kent. De zon gaat telkens door een periode van toename en dan weer van afname in activiteit. Dit heeft invloed op de communicatie op de korte golf. Een zonnevlekkencyclus waarvan we voor het gemak zeggen dat hij 11 jaar duurt, varieert in werkelijkheid in lengte tussen de 9 en de 14 jaar. 11 jaar is een gemiddelde. Bij het zonnevlekkenminimum worden alleen de laagste amateurbanden op HF door de ionosfeer gereflecteerd, terwijl bij het maximum de frequenties tot aan 30 MHz of hoger worden gereflecteerd. Die banden die dus niet gereflecteerd worden, ja, die hebben in feite dan alleen een lokaal bereik. Dit is een rechtstreeks gevolg van een grotere hoeveelheid straling vanuit de zon bij het zonnevlekkenmaximum, wat direct resulteert in meer vrije elektronen in de ionosfeer. Er zijn nog meer gevolgen van de variatie in zonneactiviteit. Zonnevlammen, dat wil zeggen enorme explosies op de zon die met name een gevolg hebben voor de absorberende D-laag, zijn bij het zonnevlekkenmaximum bijvoorbeeld veel waarschijnlijker. Tijdens zo'n uitbarsting op de zon kan na enige tijd het verkeer op de korte golf grotendeels stilvallen. Dat is overigens alleen bij afstanden die via gebieden waar het dag is het geval, omdat de D-laag sowieso alleen overdag aanwezig is. It all started in 1906. Come celebrate 100 years of voice over the airwaves with Ham Radio. Hello. 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 It's your world. Come get on the radio and say hello.